Voorzitter, mag het volk nu even aan het woord? DPS Baro, yeah, Kondremao. DPS Baro, ala Asranamao, Kongo Agroko, Fumeko Asranang. A wissort partij, Jude, Kombondru Mekiwang. Date de me kiai kariuko. DPS baro, DPS baro, ala yonkuma, ala suma, fusrana, ala de uma, wikondreba, ala forku, Goedemiddag, goedemiddag alle volgers en alle kijkers van ons Facebook-programma. Ons prachtig programma van het Democratisch Platform Suriname. Voorzitter, mag het volk ook even aan het woord. Met als hoofdspreker de voorzitter van het Democratisch Platform, die als 52e parlementariër spreekt namens het volk. Goedemiddag, een glaasje met Mimi. Puur en gezond eigen bronwater. Eigen bronwater lekker wel, hè? Eigen bronwater, oké. Okay. Eigen bronwater. Oké. Okay. We zitten op verschillende bronnen, dus ja. Eigen bronwater. Ja, klopt. Moet je? Eigen bronwater, Josje? Moet je wat, hè? Nou, met een Franse deskundige spreek ik zo. Je hoort hem straks wel. En u zit hier vandaag niet alleen, ga ik even voorstellen. De ondervoorzitter van het Democratisch Platform. Goedemiddag, mijn mensen. Al de hele tijd heeft u mij niet in uw huiskamer. Vandaag ben ik erbij. Goed, hopelijk dat het een heel fijne programma wordt vanavond. Ja. Alsjeblieft. Dat wordt het. Mandje voor. Ja, zeker. Ja. En dan onze professor. Mijn naam is ook college. Ja. Okay, onze, onze mensen van Marabenezee. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond iedereen. Vandaag, dit is mijn eerste keer in het programma. Voorzitter, mag ik aan het woord? Ja, was je maar daar? Nee. Oké. Dat was het. Professor, u moet geen frustrerende professor worden. Nee. Ik verwelkom iedereen en veel kijk en luister plezier. Oké, het wordt spannend. En Mouje, u kunt wel korte referenties van aan u kan. Al is het beeld niet op u. Ik is aan baard, is mama Odi. Oké, wanneer hij aan de. Oké, is goed. Amen. Nou, even Romeo Johannes, dit is geen windy-gerelateerd programma. Nee. Daarvoor bent u terecht op de zaterdag en op de zondag, maar vandaag is het puur politiek. Sociaal-maatschappelijk alleen. Heeft u noden die te maken hebben met sociale, maatschappelijke, wilt u wat aankaarten, wilt u de mening van Tabassi Rahman of een van de anderen horen, dan kunt u dat aanhalen, maar niet gerelateerd aan Winti-religie of aan cultuur of aan het mysterieuze of het spirituele. Het is niet onheus bedoeld. Nee. Maar trouwens, u kent ons beter. Ja. Goed. Ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ja. Tabassi Rahman, het is vandaag precies de dag dat het 4 jaar geleden regering. In de volksmond zegt men Santokki Brunswijk. En ik ga u gewoon deze vraag stellen. Ik heb die vraag volgens mij nog nooit gesteld. Welk cijfer geeft u ze? En wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar? Het is 2 vragen. Ja. Ik geef ze een 3-. Reden waarom? In het begin, omdat er waren fouten gewerkt, worden er fouten gemaakt. Maar expressie, tang expressie. Isabi doe, na expressie. En dan vlakker dat in de mawasempoer, na een heerlijk bawadra. Nou, in het begin gaven we ze de voordeel van twijfel. Het voordeel van de twijfel, toch? Ja, eerste 2 jaar. Niet eens eerste 2 jaar, maar omdat ze met heel wat beloftes kwamen. En ik zag het niet als misleiding, maar midden op Chisi, mibe lukusa ekong. Omdat we wel beter wisten. Maar toch in jas, maar een eerlijke kans. Ja. Maar weet je wat mij zo treft?
Minstens maar is ik een fout en die zorgen correct, wie dan ook in het land, zorgen correct. Ze zien het als net alsof je tegen een boom praat, tegen een straatpaal praat. Het interesseert ze niet. Ze zeggen een boom was zitting en dat ik weer en dat ik ba. Een commissie denkt ba. Niks hoor je meer. We gaan je oproepen, niks hoor je meer. Het enige, een van de weinige goede dingen. Ze hebben ons erkend als politiek partij. En dat geef ik toe. Maar het is hun werk. Ja. Omdat tenslotte, die den shi at taki, alles alleen maar zei potapta van na 11 decembri, dat dit heel correct is. Wij hebben een van de beste statuten. Een van de beste. Konden ze geen andere kanten op. En toen hebben we gewacht gemaakt van de media, het vierde mag. En kijk, binnen no time, een week, was het goedgekeurd. Met onze, natuurlijk op advies van mijn advocaat en jurist. Ja, ja toch? Hebben we gebruik gemaakt van juridisch, zeiden ze. En ik moet daarbij wil ik wel namen noemen hoor. Bijna wil ik namen noemen. Maar een anobun verkarning, omdat de alleen maar dat dit in politiek verweven. Dat heeft je kardensman in, dat is ook moeilijk. Maar we afkatelijk is aan ugrokom in een cultuur, asabi. We afkatelijk mijn neef, asabi, mijn jurist. Dat ook kan karen in gewoon dat naar Sheriff Berghout. Het is ook een adviseur van mij. Maar ze kwamen alle drie op hetzelfde. En toen zei ik van, wat jij wakker. En heb ik dat Lando, heb ik dat Gino, daar heb ik namen genoemd. Maar geen familienamen. Ja toch? Ben ik nog correct? Maar ik wil iets aanhalen. U wordt gevolgd, regering. U wordt gevolgd door vooral de diaspora. En daar zit onze grote kracht. Onze diaspora. Hoe moet ik gewoon gebruik vinden? En social media zijn we ontzettend sterk. En daarom kunnen we elke week buiten de grenzen, zowel binnen de grenzen, mensen maken. Gisteren hebben we niet een aanzoek gedaan, maar bevestiging uitgeleverd. Wij hebben geen gronden en zo en om mensen om te kopen en geld en dat soort dingen. Want voor kon je een grond zijn op Latin en tapu, voor is stem Jimmy. Maar met tak Latin en hij, in een grond met ati, gomit je, gomit masragado. En dan met een lange, tenslotte je gomit, je teken en is er een aantal operaties zonder ook, ne? Die met jouw aantal groepen komen wij naar Bakambe, terwijl moka komen wij naar. Komen wij naar, heb ik al opgezet. De meeste mensen mogen een kaart ophalen. Die weten dat ze hun lidmaatschap al kaart al hebben gemaakt. Ze mogen het ophalen bij Kappenzaak Eldorado. Omdat ze over de brug kunnen overkomen en het ophalen. Als ze dit programma volgen. Mogen ze ook iedereen toch weer bellen. En dat geeft ook contact en weten dat ieder knikker telt. En wij willen verzekeren knikkers. Maar dan wil ik dit gewoon lezen. Want het was precies wat ik zou zeggen vandaag. En dan een van onze top mensen vanuit onze diaspora. En dat is een diehard. En zowel PARS, zowel DPS. If he goes baboon. Adjasak wat hij kost. Den djersi anawa manawang. Maar if he goes krakung. If he goes in voor hij had krakung. The same thing. Maar broedu metaki deki moro watra. En Elvira Morsen. Hij is Elvira Morsen. Maar na bakabusi na elf. Ik kan dat na babel, na meilan, na landveld. En daarom weten wie we zijn. En dan wil ik letterlijk lekker kort wat lukuporu, mooi lezen, sa en taki, omdat naar het me gewoon dat idee. Na een eerste stoot sa met jacoma, me koit me komoro faratu. Je tras mal kontu. Dit, ik ga niet, let, het eerste woord ga ik niet, ga ik met een synoniem of een gezegde vervangen. De president, kan je niet zeggen dat hij liegt, maar hij spreekt bezijdens de waarheid. Chan heeft keihard. We zijn dus de waarheid gesproken over de situatie in ons land Suriname, zegt Elvira. Paramaribo 13-2024. Recent uitspraken van Stanley Lagubarsin, minister van Financiën en Planning, dat er eigenlijk nooit geld was en de reserves momenteel volledig zijn uitgeput, biedend geen rooskeurige vooruitzicht. Geen maat toevallig met Archie aan minister
En ik weet niet als hij zichzelf aankijkt. Ik hoor dat hij christen is. Als hij zich aankijkt in de spiegel morgens als hij opstaat. Als een christen. Stanley Ragubar Singh. Heb ik voor, overigens in, bij de Finciane regering wel een integer gevonden. Toen had ik een betere greep op deze mensen. Failliet. Darren Moongra, voorzitter van de DNL, heeft zijn zorgen geuit over de sombere conclusie van onze minister van Financiën. Ragubar Singh gaf aan dat het steeds moeilijker wordt om salarissen van ambtenaren te betalen. Dat er geen geld is om ook maar 1 cent schuld af te betalen. Sinds 2020 is er niets afbetaald. Terwijl dat sinds 2024 wel zou moeten gebeuren. Redactie en volgens de reactie. En dat het de regering niet gelukt is meer inkomsten aan te boren. Zelf niet veel subsidies zijn ingetrokken, groeiende tekorten. Met de maand terwijl de steun van het IMF over enkele maanden ook stopt. Haiti. Moongra vreest dat Suriname afgeleidt naar een situatie zoals in Haiti, waar de hoofdstad Port-au-Prince een grote onveilige en niet functionerende vuilnisbelt is geworden. Het wordt erger, denk ik. En daarom meld ik mee mensen op tijd van, indien u ziet dat er kameliteiten zich voordoen, trek u zich terug alvast naar Alcata en daarna zien we verder. Niet dat we hier een fort hebben, maar je hebt mensen daar die je nou aan het hart zitten en die wil je veiligheid zien. Dat is nou zo goed dan plek te proberen ja, in Abusi. Over, bij wijze van spreken, overheidsfalen. Volgens de minister is er geen geld meer voor gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en vuilnisophalen. Ik vind het een klinkklare onzin. Want dit waren al die dingen die ze zeiden waarom zij de regering eerder moesten nemen. Ja. Daarom was het een nietenswelletjes vandaag bij Limbo. Maar Limbo kan het gewoon zeggen met een man met ballen dat er wel geld is. Geen enkele regering neemt een totale lege staatskas over. Bestaat niet. Zelfs toen Bouters ze overnam, zei hij ongeveer bij hetzelfde hè, van de vorige regering. Ja. Maar het is politiek. En, konden ze, dat, en hij heeft beide fragmenten afgedraaid. En je hoort Bouters ze zeggen. Ik ben mijn papai al laatste. Ik ben kapai al laatste. Ik ben mijn papai al laatste. Alleen, ik ben leraar, mijn familie, Edwin, mama, nog teken. En werkelijk. Jan, onze huidige president is eigenwijs. Ja. Om eens, ik ga dat ben aan president. En in Amerika, af en toe, ik ga naar de vorige voorzitter voor NDP. Af en toe. De mij borgo. De mij go actie, de go disi, de go dati. De mij takje de soms de uno ekru toe dan de mij tak tap want trani voor. Ja. Dat is normaal volgens mij als politieke ervarend. Want u bent politiek ervarend meer dan mij. Mijn koeienaars zijn niet, maar mijn leer ontzettend snel en mijn tekkie. Hopelijk krijgen we hier geen Haitiaanse toestanden. De sterk toegenomen criminaliteit die door de autoriteiten wordt ontkend is volgens Moongra ook een teken dat het steeds slechter gaat. Negado, de man is propageert alle die van school te zien. De pot was geweldig team dat het gaat helemaal gezuiverd worden. Misschien versterkt als school een jonge school. Korpschef. En hij is ook pinter. Maar als die man daarboven wordt gedirigeerd en daaronder wordt gezaagd, kan zij zijn werk niet goed doen. Bij de militairen wil ik het niet zeggen. De bevelhebber, voor mij deugt de bevelhebber niet. Ik ben militair geweest. Voor mij duurt de bevelhebber niet. En wij zijn dat soort militairen die niet slijmen. Als ik zeg, we slijmen niet. Een ex is altijd toffer dan een huidige. Ja. Old soldier never die. We sterven pas als we het gras van onder bekijken. Na zo'n papa. Ik ben daar liggen aan het tracé. Naar de Fransie papa. Was zo dat die commando je deed het. Ati hay luka grasi ondro se i donso. Dan voor zien dit dan. Travasu ne dit. De sterk toegenomen criminaliteit die door de autoriteiten wordt ontkend is volgens Moongra ook een teken van misleiding. Verder bekritiseert Moongra de onthulling van de minister dat er van januari tot en met juni US 60 miljoen is uitgegeven aan onvoorziene kosten. De grootste kostenpost zijn daarbij
verliezen bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Waar is er nu de man die toen... Oké. Oké. En onze professor moet even naar Sanderij. Want zijn vriendin is zonder de autopapieren naar de winkel. En toevallig hebben de mannen acties. Zie je? En dan moet hij even gaan. Okay. Wet voor... Ik ga met mevrouw stellen. Ja, je kan auto van ons hier pakken en wegwezen. Zie je? En dat is het wet voor Chan en ieder man. No? Hoe zie je dat zeggen? Wet en recht voor Chan en alle man. Ja, Chan en alle man. Ja. Mijn man doet toe voor kunsten, omdat mijn man wint die geestelijke leider. Ik ga even door hoor. En daarbij, de grootste kostposten zijn daarbij verliezen bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Abakraman die loeg weer van de karing naar om mijn money. De jips, jips makkelijk mag meteen aankondigen. Als we over vluchtig praten, ja, van hoeveel. De haas, no? Die has heel veel haas. De haan. Nou, die hand krijgt daar heerlijk op naar Surinaamse money. En ontelbaar veel andere achterstanden binnen de regering. Daarbij wil ik nog aanhalen. Ik hoor niet de naam meer van de geweld. Een bepaalde mevrouw toen, draaibaar. Die had ook de scepter daar te zwaaien voor een goede post bij SLM. Weet u dat nog, meneer? En een goed betaalde salaris, hè? Money en nogmaals money. En dat gaat het electoraat afstraffen, 25. Tenzij men denkt dat men met een snoede plan op komt duiken om de verkiezing te verdoevelen. Want met Shitaki, als voorzitter van het stembureau, alle soort nieuws aan ouwe voor en zijn, ga dus recht naar de stem, de ego stem. Den bij die konden ons hebben gezegd, en wat voor nieuws aan het. Een systeem voor nieuws, zorg voor afvernieuwen dat in Roko. Onderwijs ook in dat, maar ook kan zorgen voor de stem. Maar alles op trasani, nu alles aan de inprijs. Ramzalig beleid SLM, dat is ongehoord kwalijk en gewoon ramzalig, zegt Mongra. De overheid, inclusief de president, hebben altijd stevast ontkend dat de failliete luchtvaartbedrijf nog met gemeenschapsgelden wordt gesubsidieerd. Er bleken miljoenen US per maand naar de SLM te gaan. Ondanks de weigering van SLM om een herstelprogramma te implementeren dat ineffectief en corruptieve praktijken moest terugdringen, is er US 20 miljoen van de grote cijfers van Grasalco zonder enige merkbare verbetering verdwenen. Per maand zou er zelf structureel USD 200.000 in de SLM gepompt worden. Of 2 miljoen in de SLM gepompt worden. Om te voorkomen dat deze failliet zou gaan. Officieel worden die bedragen elders ondergebracht. En zou het slechts gaan om operationele ondersteuning van het bedrijf. Het is toch onmenselijk. De president heeft keihard besedens de waarheid gesproken over de situatie van ons land, reageert de heer Mongra. Hoe kan deze minister zeggen dat er nauwelijks geld is om salarissen uit te betalen? Dat betekent dat hij onwaarheid verkondigt. Dit betekent dat de president de DNA-leden van zijn coalitie en partijtoppers hun achterban hebben voorgelogen toen ze beweerden dat alles goed gaat. Chan beweerde dat schulden zijn betaald, de economie groeit en er een miljardenreserve is. Hij heeft zoveel beloofd en dat blijken nu allemaal stuk voor stuk grove leugens te zijn. Toen Mongra deze zaken eerder aanhaalde, enkele maanden terug, voordat Raghu Barzin onder druk moest toegeven, werd hij aangevallen door onze autoriteiten. Mongra werd juridisch aangepakt en tot zwijgen verplicht. Met Santoki voorop is men toen zelf een kort geding gestart om de heer Mongra het zwijgen op te leggen en bang te maken enzovoorts. Maar ik wil u alleen maar voorhouden hoe scheef en waarom ik 3,5 plaats voor deze regering. En die half gaat per... Ik zeg min 3. Min 3, een 3 min geef. En oh, die min, 3 min. 3 min. En het is met de kraan open dweilen. Het is misleidingen tot de verkiezingen toe. Ik zei jullie, er kunnen geen nieuwe plannen. De man is nog maar Mickey, nieuw plan voor red akkoordrepoel in Sade.
De man die zijn man koop je om, bij je om, voor kan tana principe den def, voor kan kiswa moro bidji alo, is dat te kwam polto, voor kan tik moro money na nga pina yu moro. Dat kan. Maar trasani no kan pasa. No eno man, no abop no man. Look after toen heeft abop in foto. In Sranang, SD North is there. Taki landelijk de doan shoot, de vader Karin. Het is belachelijk. Mirike moshu wan bombari en zijn sanati. En wat leider ook kan, wat Sanjesi go to taki, wat bij die staff dape en wat kan je sanati. Het zou in Nevin sma, vragen naar nga, opopo naar nga, prang Nevin verkiezen. Ede roko, planning. Pot jim tap tafra, fisilek fa une poteng. Dalok yo yere ufisi, fu ala de Fransi, papa nga Fransi, mama fu ingia nga njuka nga nenge, sandape, dado yere in het Frans, in a programma disi. En later komt het ook op onze FB in het Nederlands. Onze visie en planning. Volgens mij kunnen we dat zo direct zitten. Hè? Ja. Nee, onze visie toch? Ja. Er is even een reactie van mevrouw. U had over haar, mevrouw Elvira Morsen. Ze zegt, dit schrijven komt van een familielid van ons voorzitter. Ja. Casey Landveld. Ja. En zogenaamde zero-tolerance beleid van Natura, VP en Amoxi is een storm in glas water. En ik weet dat jullie als familie ontzettend ondersteunen. Ik stel dat vreselijk op prijs. Ik had het niet in het begin mee bedenken dat dit is niet. Maar nee, ik zou het niet voor je in. Maar Unokali, een broer doet dit maar wat. Beginnen van Unokali ben vadong. Mijn confie aan trapassie. Maar na die schepsang elas bribi kompot baka in wang maswa. Dat me doen. Dus, mi breed die van wij ondersteunen. Masei, passei, maar ook asrana volop IBG opo. Is de mi dena wa wenkri, dan gewoon wa mai stop me, dan mai temi taki. Ik ben zo iemand. Wan soort wet man, minas, jampanesi, sneesi, of wet man daarin. Taki, ik moet met die praten, ik volg elke programma. Ik ben een van de onzichtbare. Want trama bel me, Sean, amadak Frida me kayu, bij je bedrijf, en vakang. Met deze soort maat van ons. Dat want dat sma desa e falo kuno. Sma e shufu sani. Isabi seide, 4 jaar lang u continueer in Sawedu. Alla wiki na 3 lezi in de verschillende programma halen we aan wat we moeten aanhalen. Alhoewel, alla de programma fu nego over keihard direct a wansani. Nee. Die dena speciaal, sociaal maatschappelijk na politiek. Ja. Sociaal maatschappelijk politiek. Ja. Dan de trawa emoxi. Ja, nanga a relechi. Nanga a dat unu na gado tori we taki fanoit a winti relechi. Ja. Wan dat gado, na wang gado de wang dagu a fofu to my waka wang passi. En une anaugri we do. Tide mi nanga wa manfu a 20 in wa hoofdpost fu mi pe yoshi sani. A man kon bai sani dape wang a 20. Kon bai sani in wa kulturu wenkri. En mijn karen en mijn sanima en mijn takilibisma non sabitu. Dan man voor A20 ka in een bidje man. Dan man draaien man dat, hey, ik kom bekend voor Uji en Usabu Serevi. Non ma direct en man sabi en ap respect van mij tjenkong, mi sotak mi ap respect jeng. We hebben even over mijn remogel, om me kwan jo isabi bada om tjen jo. Man ten dat no kona maar aan militaire. Iemand militair, hoe heet militair? Hoe kan haar ons refi, maar daar komt op wat mijn remo denk, wat dat pauw aan zei. Dan wilde ik even nog ingaan, want mevrouw Marlene, die heeft dus gezegd, even kijken, het is weer weggesprongen. Ze zei, het zogenaamde zero-tolerance beleid van Matura, VP en Amoxi was en is een storm in het glas water. Maar daarop wilde ik even ingaan. Er is namelijk, was net in de krant, op het parkeerterrein van Hermitage Mall zijn vanmiddag 3 mannen aangehouden in verband met een wapendeal. Bij hun aanhouding werd een schouderwapen onder andere in beslag genomen. Dus er worden wel dingen gedaan, maar de wapens op straat schijnen dus heftiger bijna te zijn dan wat de politie heeft. Wat is uw opvatting daar? Is het beleid? Toen men wapen verging, met al mijn wapen, papieren, alles van me werd ingetrokken of geblokkeerd. Ja toch? Dus een wapen nu dan heb ik illegaal. Maar ik denk ik bij mijn wapen, maar mijn vinger schrap moro agra. Na zalig dobber ben ik af aan die vinger die schrap moro agra. Wie mij kent mij. Mijn af wapen. Maar mijn leren dat ik het
Teda busilek soldati mi brada. De Frans commando leri tuto. Una ak noti ma wonyang fa busi. Wo libi fa den tak li fa net land libi fa a pay de to. Wo libi feng. Dar om mi abi soldati san ye si le soldati mi jaso. I konja le soldati mai si soldati ja. En ye si ook tu mi an mekanisme ai dat na den de mechanische ogen de camera maar ten eerste dat ik me reageer tra de porti na patiënt maar op de patiënt uno me sap tak na no su dat ile kutu na hali abo hali maar da abo hali abo fikade ano bo waka maar unekari uneyaji maar unekari uno wan dati maar fa wapen kan konso fota padang. De meeste gevallen die psa zijn mensen die een wapenvergunning hebben gekregen van deze regering en heel een, hoe noem men dat, een, ze worden dan heel moedig, overmoedig en ze gaan het wapen gebruiken. Of het wordt verhuurd. Ja, gaat u gaan. Gelooft u in hoe zou ik het uitdrukken zodat u me gelijk begrijpt, ja. Mijn mensen, dat binnen het gezin toch, als ik dat voorbeeld aanhaal, dan kan het duidelijker voor u zijn. Gelooft u dat binnen een gezin er mensen kunnen zijn die in staat zijn om, omdat ze een grote zeggenschap willen hebben binnen die kleine samenleving, het gezin, in staat kunnen zijn om bepaalde mensen binnen het gezin te liquideren? Wat? Te liquideren? Sowieso. Ja? Bewezen in Suriname. Om macht te hebben. Ja. Toch? Offering. Om macht te hebben, moet u geloven dat de persoon die streeft naar macht, ja toch, in staat is om mensen te laten liquideren om zijn of haar positie dusdanig te versterken dat hij niet meer weg te krijgen is. Toch? Op de tv is er een serie The Fight of the Throne. Ja, toch? The Fight of the Throne, waarin twee of drie neven of drie broers vechten om de kroon van een koninkrijk, een koningschap, toch? En net zo is het ook met onze samenleving, onze gekozen leiders, die nu blijk geven dat ze daar staan of daar zijn voor het leven, toch? We hebben dus in 2020 gekozen voor mensen die nu het idee hebben nooit meer daar te verdwijnen, nooit meer van hun positie weg te krijgen zijn. Al zouden ze het niet goed doen, ze zullen daar blijven. Ze willen daar blijven. U heeft, tenminste, u bent nu langzaam aan zet om te bepalen hoe of wat er daarmee, met dat idee, moet gaan gebeuren. Ja. Ja? Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, dat was het. Dat, ik kan het hier houden, toch? Ja, dat hoeft toch niet. Huh? Nee, maar als ik het hier zie, en het wapenfeit, hè, je haalde daar aan in het gezin enzovoort enzovoort. En daar heb je het al. Wanneer er wel een degelijk onderzoek op bepaalde zaken wordt neergezet. Men zet echt neutrale mensen die geen hang- en spandiensten doen. Zoals bijvoorbeeld de Fransen. Dan in Frans maar onderzoek want Tori. Waar is je toe? Ja, wat is het? In Frans maar onderzoek want Tori. De hele koers aan de Frans of Fanny Fouang, dankjewel. Mijn kleine brengt water voor me. Mm-hmm. Je weet dat papa een droog
Nee, Lucas ook moet uit daar onderzoek van. Ja, dat is wat ik net aanvroeg, hè? Dit is het. Mm-hmm. En dan gaat het. Mm. Ja. Is het weg? De verdachten SW19, ja. CW24 en AB20 zijn door leden van het regio bijstandteam Paramaribo Angolena verkregen. Vanuit de melding van de wapenhandel die zou plaatsvinden nabij de Hermitage Mall. Mm-hmm. Maar een verder onderzoek kwam naar voren dat de 19-jarige verdachte SM het wapen 2 dagen geleden vanuit de Franse kant heeft gesmokkeld naar Suriname. Ja, ik vroeg zich af waar het wapen vandaan komt. Hedenmorgen heeft hij zijn broer, de verdachte CW, opgebeld om hem te brengen naar de Hermitage Mall. Alwaar hij een afspraak had om het wapen te verkopen. Alvorens de wapenhandel kon plaatsvinden, werden de verdachten opgepakt door de politie. De verdachte CW was ook de bestuurder van het voertuig. Ja. De verdachte CW werd ook gezocht door de afdeling recherche van de regio Oost in verband met smokkelen van voertuigen vanuit Frans-Guyana en is ook betrokken geweest bij diefstal van 2 buitenboordmotoren. De verdachten CW en zijn verhoor ingezonden. Nou, ik weet niet wie allemaal deze verdachten zijn, maar wij hebben een motto van onze... Vanuit onze politieke partij en dat ondervoorzitter geldt dat veiligheid zuurstof is van de maatschappij. Van de samenleving. Wij zijn daarmee gekomen. Meneer, dat is soms maar veiligheid. Maar hier ten die chan bij die dat is alles maar chibri. Ja toch, de betap mijn foto. Nu is maar een deur of taki. Want als je wist bij John Pogo af en toe de sroto den de design retrek den proko den free. Een tang correct door, daarom betekent dat ik actie bakasra pomoro actiefesi. No taxan sang tamara yo af go baka go bejina tapu yo sakai serefi yo broke serefi. En daarom alasma aiko opona utapu ei wan partei desang eduansani. Luku duwem aksu u statute an. Krama betaki no iko kiseng dawa bonuma dawa disi dawa dati. O kwetchi kuriero fasi des yeye fasi ma askoro nok moto itu a intelligence nok moto te you no man moto itu am buku da mi moto ele ma a buku sai bole isi mi praxere la ngaten patem kali aki fe mo kangen daro mi chele bo askoro na jem beikra mi ching ekono na nga sambe wani ko ultina oso da mi sambe pom ching fo dam kam ikan ta ki e kan en 20 minuten door met je telefoon en dan gaan slapen. Zo strak me dit. En nu, kwins je, dit is aan dat pot in ons, maar of omdat je massie groe wil. Nee. En ten tak massie groe wil, maak je dress het op top kwaliteit. Maar ja. Er wordt hier gereageerd op wat u net zei. Te veel wapens in handen van jongeren, dat is een heel gevaarlijke situatie. En vooral, ik wil niet een racistisch overkomen, maar heel veel jonge Hindustanen hebben wapens. Ik zag ze zelf in de rij staan om hun wapens op te halen door de 2-3 jaren heen. Ze werden bewapend. Zo noemde ik het. Want misa aba verantwoord, mi de zakenman, mi doet dit, mi doet dat, mi aba verantwoord op somenisme. Toch ook doe een facie voor alle wapens, ik vond ontwapen, somenisme zijn bij een lokale ex-president. De man brok het systeem dat we aanvassen. Maar nu ben je op wapen voor haar dus, maar ik zou je hoog eens kunnen afschrikken. Maar je afdenkt dat je me rijdt met auto dat pijn, dat je ook met je boodje mee. Als je met je boodje mee, moet je eruit, dan doen we mijn reis auto weer boven te gaan, brada. En mijn vrede boeboe. Mijn vrede boeboe. Als je ook met je boodje dat je ook een klop naar je door. Ook een klop je aan, en te klop je op je weer jas naar je das. Ma mi oharik moto bika minap chiwang. Neyo shi bububasi. Ma une sukune san dati normal. Uwani san waka frida. Oto reiko peye goyara. Ima, voratem dami programma ben ik heel scherp. Hier wordt ook gezegd, die had het over mevrouw Henna Draaibaar. Hier zegt mevrouw Morsen. Henna Draaibaar, Nina Jurna, allen waren tijdens het vorige bewind Surinaams-Nederlands correspondent
Precies. RTL en NOS. Waar zijn ze nu? Waarom is het stil rondom deze gasten? Ze zijn gewoon handlangers van de Bakras geweest. En altijd is Henna Dreibaard en de consorten dat geweest. En mensen dichtbij om haar hebben me alle informatie over haar gegeven. Ik mag dat zeggen, omdat ik persoonlijk dat heel, een heel kwalijke zaak vind. Omdat zij hadden dat van de, hoe noemde men daar? De backslot, no? Backlog. En het was een iets gericht tegen Boutersen. De haat tegen hun eigen mensen die het land niet hebben verkocht. Konden ze niet doordenken? Vroeg of laat, akkoja voor gado onak ding. Akkoja voor bigisma onak ding. Onak ding. En het is maar in de familie op begin tawan fasi. Dat je hier naar sma doet en dat in zo. Maar de na zo etja zo mek zo content zo die. Maar hoe heb je een Franse papa jou minder? Dat en omdat hij als hij dat in betekent dat hij de noem zeker en mijn dat mij ook winnen maar winnen maar meke was aan omdat het landelijk is mijn afgoa niet keren maar niet keren is moest hem atap me 100% mijn afgoa krepi maar krepi is moest hem atap me mijn afgoa afobaka maar mijn zoon is maar afobaka koste hem atap me 100% basha if I not up mijn kandid wat dirigeren stem atap you ja toch. Kan je tapa papa dat om een poti baka? Ja toch? Iemand na one man one food. Ja. Ja, bisma dat stemma tap een basis Nicole of wat metaken zo. Maar onu bedenki fu pus waman tranga ga festi har alasan kong, maar zo kan doen dat alle stem ik helde ju een partij. Ja toch? Een partij abdensting. Dat we luku tranga we ko uit. Ja. Maar a franchi papa de olesi wa sen. Ai, a kole momi omieri. De taka de France manju beki. Des masan ya. Na de piki des mak yes gasra nantu. Ya. Meke den stem de unu. Alors bonjour bonsoir. Selon Otin komo rokos. Et le chama in build my taka. Selon là où vous vous situez. Alors, certainement, en Europe, il est tard, donc vous allez pouvoir voir, visionner la vidéo le lendemain. Ici, j'aimerais bien juste vous lire un petit résumé de la vision de Bassi Ramon Maknak. Hein, donc, alors, le projet politique d'avenir du parti politique... plateforme démocratique du Suriname. Donc, mission, la mission, ce que Bassi Ramon vous propose, c'est la mission du DPS et de création d'un avenir dans lequel le Suriname est une société juste, prospère et inclusive, dans lequel tous les citoyens sont égales et peuvent réaliser leur projet. Nous nous engageons à servir publiquement l'intérêt public, à promouvoir la transparence et l'intégrité au sein du gouvernement, et être à l'écoute des besoins et des préoccupations de notre peuple. Ensemble, nous luttons pour un Suriname durable et harmonieux. Notre vision est un Suriname où prospère et bien-être vont de pair, où éducation est accessible et de haute qualité, où les soins de santé sont accessibles à tous, où le secteur privé prospère, contribue à la croissance économique et dans lequel où les droits et libertés de tous les citoyens sont respectés et protégés. Nous luttons pour un Suriname qui joue un rôle actif dans le monde et travaille avec d'autres nations pour atteindre des objectifs communs. Je vais direct vertalen in ons Nederlands direct. En ja. U krijgt ook een FB te zien. Ja, het is al op onze FB-page hoor. Dat was onze missie en onze visie in het yes, Frans. In het Frans. Ja. Hebben we het verplaatst. International. Ja. Omdat daar een grote vraag naar was, daarom. Ja. Ja. Dan, ook in het Engels, hè? Onze missie. De missie van het DPS is om een toekomst te creëren
waarin Suriname een rechtvaardige, welvarende en inclusieve samenleving is, waarin alle burgers gelijke kansen hebben en hun potentieel kunnen vervullen. We zijn toegewijd aan het dienen van het algemeen belang, het bevorderen van transparantie en integriteit in de overheid en het luisteren naar de behoeften en zorgen van ons volk. Samen streven we naar een duurzaam en harmonieus Suriname. En onze visie is een Suriname waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan. Waarin onderwijs toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Waarin gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar is. Waarbij de private sector bloeit en bijdraagt aan economische groei. En waarbij de rechten en vrijheden van alle burgers gerespecteerd en beschermd worden. We streven naar een Suriname dat een actieve rol speelt in de wereld en samenwerkt met andere naties om gedeelde doelen te bereiken. Ik vind dat een hele mooie, heldere visie, maar daarom ben ik ook een DPS'er. Oké, okay. Ja. Maar deze visie moet je ook naar de beste mevrouw. Ja. Goed, dit staat gewoon op de Facebookpage van DPS. Het is voor iedereen in te zien. Okay. Maar naar aanleiding hiervan heb ik, ik heb vandaag geluisterd naar het nieuws vanmiddag. Mm-hmm. En dan kwam er een stukje binnen waarbij de heer Boldewijn aan het woord was. Hij is een bestuurskundige en hij had een mening over wat politieke partijen moesten kunnen doen. Dus ik ga het even afspelen. Zo, en het gaat als volgt. Merci. Iedere partij, en ik heb het vaker gezegd, iedere partij zou een analyse moeten maken van de situatie van Suriname zoals het nu is, de actualiteit, en een analyse maken van de Surinaamse situatie zoals het zou moeten zijn. Dat zijn zaken die voor iedere politieke partij belangrijk zijn. En als ze dat niet doen, dan zijn ze politieke luilakken. Oké. Okay. Ja. Heeft u het goed gehoord? Ja. Oké. Okay. Is uw partij, mag ik zeggen dat uw partij een politieke luilak is? Kan het daaronder vallen of zijn jullie actief meneer bezig? Boudewijn, ik ben nu spreek als interviewer en ik doe alsof ik niet deel ben van de partij. Ik ken me heel goed en ik weet ik heb zelf een winkel en lessen van hem gehad van doe het zo of pak het zo aan. Dus we zijn, hij weet dat we dat niet zijn. Meneer Rieke. Ja. Ik laat de camera open. Heel mooie vraag. Meneer Boldewijn heeft het opgeworpen, u heeft het opgevangen en u gooit het gewoon op tafel bij ons. Brap. Logisch als het is, hebben we al een hele tijd, sinds 3-4 jaar geleden, zijn we bezig om deze regering kritisch te volgen. En die kritisch volgen wat wij doen, toch, maken we zeker kanttekeningen. En die kanttekeningen die wij hebben gemaakt in het verleden tot vandaag, tot heden, hebben we zeker zaken blootgelegd en ons gedachten erover laten gaan. Betekent dus geanalyseerd, toch? En na die analyse zijn we gekomen tot een visie, een visie in de zin van hoe we denken eigenlijk zaken aan te pakken om dit land uit de slorie te halen. Toch, en als je dat hebt, een beeld over hoe je zaken zou willen doen, dan ga je die stappen ondernemen. Ja toch? Noem het zo, orde op zaken te stellen of orde op zaken te kunnen stellen. En dat is die missie. Toch, die missie na de verkiezing. Je bent bezig om te werken na die verkiezing. En na die verkiezing, dan ben je eigenlijk, dan sta je eigenlijk op het podium om een blik te geven over datgene waarover je altijd kritiek hebt hebt geleverd en analyses hebt gemaakt. Dus je gaat dus zaken moeten volvoeren. Dus je zal dus die missie waarvoor je dus in die verkiezing bent geweest, zal je dus die missie moeten gaan volvoeren. En dat hebben we degelijk als partij. We hebben
een beleidsplan, toch? Waaraan we hard hebben gewerkt met alle ideeën en dergelijke van alle partijleden en deskundigen. En dat verkiezingsprogramma dat daaruit voortvloeit, dat wordt dan ons kompas bij die missie van 5 jaren. Ja? Die we zeker, toch als de Heer het wil en de bevolking ons die gelegenheid geeft, zullen we met dat verkiezingsplan wat we hebben, toch die missie volvoeren. Alsjeblieft. En men mag weten dat ik... De camera op u. Ja, en men mag weten dat ik de partij, het partijleden kende me, ik jaagde op ik slaven jaren, maar ze werken dag en nacht qua schrijfwerk. En wat alle die voorhoofding, vooral die kaderleden zijn toppers. Waarom is er even qua universiteit naar Hardisi? Maar ik kan ze gewoon bijbenen en wat niet klopt en wat niet zint. Je zag achter dit op dat en het wordt aangepakt en aangepast. Zijn Basja? Ja. En u met die politieke ervaring, ja, ja. Samen, het loopt gesnijd. Wanneer jullie slapen, dan slapen wij niet tot in de vroege uren. En ik weet dat te respecteren en zal het weten te respecteren in de toekomst ook. Soms ook al ik het geen halen en trekken, met respect behandelen ze me. Dat moet ik toegeven. Ik ben weinig tevreden, om het zo te zeggen. Maar aan het einde van maar zachte heersmeesters, die maken stinkende wonden. Dus dat te voorkomen, ze werken hard. En een van onze, ik weet dat we samen met deze partij ook de zee in zullen gaan. Is van, niet omdat hij mijn naamgenoot is en familie is en echte bloedneef van moeders kan. Dat is Gilmar Magnak. Hij is van de Nieuwe Wind. De Nieuwe Wind, ja. En de voorzitter is volgens mij Samuel, hè? Ja. Ja, Samuel, heel, heel, heel correcte kerel. Als ik zeg kerel, bedoel ik het niet een zonder respect, hoor. Ik vind hem gewoon, ik heb bepaalde dingen van hem gevolgd. En het is petje af. Het is een kwestie dat ik we nog aan tafel moeten gaan. Suriname is een zo rijk land dat geen armoede mag of zou mogen kennen. Jammer, jammer, jammer dat de juiste onbaatzuchtige en dienstige God gelovige leiders nog niet opgestaan zijn in Suriname. Laten we bidden, hopen en wensen dat de Almachtige voor of na 25 mei 2025 Suriname de juiste onbaatzuchtige en niet roofzuchtige regeerleiders zal geven. En wees, hoe kan ik dat op boord zijn, ook in mijn spiekeri, ook al in mijn vestig, wij niet roofzuchtig en baatzuchtig zijn. Wij zijn dat niet. Wij komen om juist het eigenlijk een etiket samen stap als een olodati, kutabdati. Unaf bedoel een biggie post, alles maar zei ik er even, no, oil and gas. Het is een droom om fantam om gaar naar de depot te gaan. Begin zetten, ja, zo'n basis je hebt, zijn oil and gas op begin niveau. Pantatori of mekator zijn dat. Maar er is genoeg hier binnen om stabilisatie te creëren, om daar naartoe te kijken. En we hebben weinig mensen, als je begint voor de weinig mensen zou opdelen, maar zij trekken weer. Brain de karren, no? Brain. En tapo, en allemaal heel goed dat passeren oil and gas. Lukus zou dat overdagen zo naar Suriname. Ze zijn bandit tot tabaka. Ze zijn voor maar zijn lukus vroeg. En dan is maar dat die komen niet aan bod. Want je kan ze niet meer opleiden. Daarvoor voor of zijn. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er sowieso al mensen van buitenaf binnengehaald gaan moeten worden. Precies. Maar het is ook een beetje dat ding van je afschuiven. Want met dat ding haal je ook de oorlog naar je toe. Want Suriname neemt deel mee aan alles. Met oil en gas haal je ook alle andere naar je toe. Kunt je daar weet je nog, de Tweede Wereldoorlog, wat leveren wij? Bokshit. Weet, zoveel mensen weten niet hoeveel. Vele mensen weten, omdat Basja niet naar me kijkt, daar heb ik de negen naar hem te kijken. Omdat ik moet interactie hebben. Dan kunt u hier zitten, dan gaat hij. Ja. Omdat ik niet. Ik denk na, toch? Ik luister als u praat. Ja. En dan zaten.
dan zaten voor onze kust, zonder dat je het wist, onderzeeërs die onze, de bogschipschepen van Amerika opwachten en torpedeerden. Omdat het strategische doelen zijn om jou te ondermijnen, om geen vliegtuigen te maken, geen dak te maken, geen boten te maken, wat dan ook. Men bracht jouw economie helemaal, men legde het lang. En dat boom voetplein naar Boto Shumujafestrana tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Boto nog eens kans gwe. En hetzelfde haal je naar je toe. Zet een beetje kondre odo. De man begint te tapen toch. Na je abdappe dappe Amerika, na je abdappe Holland, na je abdappe Fransman. Dus poesa sanji de man, make de man roken. Haal je money eruit, make de man give you money. Je put die in je centrale bank. Yeah. Bouw dat op. Ik zeg het zo makkelijk, maar het is natuurlijk een systeem om daar naartoe te werken, neem ik aan, toch? Yeah. Omdat ik niet deskundig op dat gebied ben. En samino de, mino tak mide, maar ik heb wel een idee hoe het zou moeten. Maar daarom heeft de partij verschillende afdelingen. En die waar er deskundigen zijn, we hebben een sterke kader, dat mogen we zeggen. Yeah. Mensen die op alle plaatsen geplaatst zouden kunnen worden. Maar dat gaat natuurlijk niet het geval zijn. Misschien in mindere mate of mindere posities. Maar bepaalde posities kunnen gewoon als minister vervullen. Sowieso. Cool. We hebben die potentie binnen de DPS. Zeker voor de kritische luisteraar heeft u zeker een pas nader getriggerd, toch? Mm-hmm. U heeft daar gesproken zonder dat u misschien erop hebt met veel blijven staan. Dus de zaak van de veiligheid eigenlijk aangekaart. En dat precies. is eigenlijk wat... Waar is onze leger om dat te beschermen? Wat in grote lijnen eigenlijk misloopt in Zuid. Kijkt u, in het binnenland, in het achterland, wordt er goud gedolven. Er is goudordening. Alles van, er zijn commissie van dit en dat. En toch zijn er bendes die van tijd tot tijd dat alles onveilig maakt. Toch? Mensen kunnen niet makkelijk meer op straat gaan met hun sieraden. Je kan, als je hebt gebouwd en je hebt geen dievenijzer gezet, is je gebouw niet af. Het is een gevangenis voor jou. En als de brand uitbreekt, de meestal kan je niet eruit. Je moet je gebouw, je huis beschermen met dievenijzer. Betekent dat het langzamerhand weinig veiligheid is in het land, binnen de grenzen en naar de individu toe. Dus we zouden in feite heel veel aandacht moeten schenken aan de nationale veiligheid. En tegelijkertijd aan de veiligheid van onze grenzen en toch de internationale maatstaven daaraan hanteren naar buiten toe, zoals wij nu bezig zijn met oil en gas, zoals u dus heeft aangegeven, zodat dat hele proces daarvan oil en gas dan heel veilig kan plaatsvinden. Maar u moet even voorzichtig zijn. We geven het niet weg. Olie, nee. Maar laat zij die het, de veiligheid kunnen garanderen, daarmee omgaan en laten wij in procenten, financieel, daarvan. Daarvan gaat niet, hè? Juist. Maar je belooft eens maar gouden bergen van outro een gouden tijd. Ah, ben de gouden bergen nou die ding? No. Vanaf Dubai. Hoe ver een koppel zijn ze desend dat? Nooit, papa. De op een moment bij die mol nu, dan gaan de money dat is waar. Alle soort miljoenen komen binnen. Ja. Van alle kanten. Ja. Toch kunnen geen bedrijven. Rijden de bussen normaal? Nee. Rijden de schoolbussen normaal? Nee. Is er medische? Kan je gewoon... Dus ik weet niet wat in wat er is. Ja, er is nog een stukje. Als er per 22 juli niet uitbetaald wordt, gaat de vuilophaal ook weer voor de zoveelste keer staken. Maar nu zijn er ook andere groepen die staken. Het is een file van stakingen. Ja. Suriname heeft dit nooit gekend. En toch houdt men voor van, we gaan met 100.000 man de verkiezing winnen. Toch houdt men voor dat mensen die goed bij hoofd zijn, voor van, wij gaan met 30 of hoeveel stemmen
zetels naar binnen komen. Twee partijen die elkaar bestrijden. En in een coalitie. Maar, Gentaki, Timate Koryane Lafu, de man die zegt Setwansani. De Setwansani die den denken op sa, maar Chibri Dumande, maar Chibri Shimande. De nom denkt dat ook leuk. Want Bijima in Akondre, met Takwansani en ook tegen den Baka. Niet tegen, dat ook tegen den Baka. Taki asan kafuru abine ede faya watra opurengen. Ano mitaken, wa bijima ina kondris, en mitak wel, amandat okonte egida asan dat baka. Opurengen. Juno mag teki gado presa na gado epot wa regerings leider, dat eti kende e vernietig afvalik. Gado straf you. Maar dat is vernietig geen voor afvalik. Lukus anatio srefi draaien sref tegen unu. Ano somar, srana misfa srana bende altijd bespaard. Je is er nou aan je kondre. Het zei vanuit de kerk, vanuit de moslim, vanuit de hindoe. Minanga hindoe knapa watra apristere duensan dape me duensan jana liba. Nooit trobi. Tidena dei, bena den sandat no kang. De man baken presi af. Baka for dape. Samo we do sani. Me potwa ingi pali. Apristere was apristere jimi odi respect. Misref eje odi respect to. Mi a Muslim tin a Muslim kan temple me go nanga mi hersani and drum a pinti etak dape go doin wan tra kondre de su ti gelek tre wan er smart for hen in kwat in ala en klaar pa ala tak boom bom ja an asad no de ma we drei full last en sandati alwel moet zeggen meer gematig zijn de moslims hier maar men dreig een zweer een weg te drijven tussen de hindoe gemeenschap en de Creoolse gemeenschap. En dat willen we voor tijd van moeten voorkomen. Te aller tijden, elk moment om mee te gebruiken voor kom en zandati. Om dan ding, de bakba, de woyo taki, sa et taki soms naar radio, naar tv, die ons, die net jammu shagap reis. Den taki dat na bere voor taki. Afleiding. Zijn afleidingsmanoeuvre. En zo'n taki na paide paide sma, tak den taki. De sanat usabi. Want usab. Wins broodman in dis talmen spreek. En op tempkari neem taki dat aan ons hebben minusabi. Je neem vastma. Men, mi bidjo om bij het motto naar Holland kon, dat bij de moor op Tjech motto lager school. Dan, mina kwe tjip ching. Dat, hij tegi me, terens ma bar me bidjes ma. Is ap, tata de mij denk trapassing. Atak Ramon, dat was dona aan nyan tafrat. Zo lang jij je voeten onder andermans tafel steek, moet je je mond houden. Later dim kom bijim si sait ay abe bot. Mam no ben derf dat nga de bijis man des ma kwetchi mi boyara. Ma de ben strak. Ma is amana folan des amana be chien so en. Adak so lang ye ye foot under my staffel steak moet je mond houden. En dat son sma is geen no soms nga wa loso taki dat de naki go so daki go so. We dibe wane sa konsoti de. Ko lu ku sa wadu angen. Ko lu ku sa wadu angen. Mi respecteer alle religie, mi respecteer alle partij, alle mening, alle groepering, alle sani. Respecteer mi toe, jim respecteer van mij dit. Dan probleem no de. En probleem no kan de, if you na probleem me wakak wel op jouan, mi na probleem no. Mi famir, a famir dat nooit mi bemoeien. Akir mi grandma, akir, alla den smaf mi sande de na probleem kier den. En probleem no ben de no bode de. No. Dus daarom mi e warsko u no, me warsko u no taki. U luku boom, u stem boom, tapu, asan jesu asan, dikantro asani. Mi no de amoro biji partei, ma mo suku furoko nanga a blok sang di at mis positifa jisranan. En vroko understuin a blok dati, u yuka abentamara moro boom. En mi no sa fa blok e hoor dat an, de mense e respect, if de uroko, sa manga de na de respecteru. Ya to? Dat je respecteer u. Maar we lukken voor nomeki zei wat ze bewegingen die niet tel. Die niet defanoen. We proberen hoe dat hij. En we horen alle de jaren die zich zo vol onder het druk naar een vastva alibi alibi. Dan zijn gasten ja, aantal vertrekken. En tegen de oterkonsel en voeren. Het zijn mensen van, ik denk, Susanja Faisma. Susanja Faisma. Bussen die weer weggaan. En dan is in een aantal kata. Ik vond dat we zijn net als as hier.
Après c'est Harry, et Kari, et Toussou, et Poti, et Hori. Ja, amas wa fuboum. Ik ga even wat reacties lezen en dan denk ik dat we naar de laatste vraag gaan zo meteen. Ik wil de medische vraag ook Oké. In ieder geval reactie. Ik ben benieuwd naar jullie verkiezingsprogramma. Ik ben sowieso al onder de indruk van jullie hoor. Van de andere nieuwe en ook oude kleinere partijen hoor je niet veel. Ja. Volgende week gaan we daarmee komen met ons verkiezingsprogramma. Bolu voor dat, Basja? Basja, naar je mogen. Oké. Via mij, namens de ondervoorzitter en de andere voorzitter die niet aanwezig is aan Spaarders, beloof ik u dat wij met ons puur weer kunnen gaan naar Doro, omdat we niks te verbergen hebben. Nee. En de jonge dames en jonge heren en de ouderlingen die ondersteunen voor een partij, voor wat eigen productie kunnen naar Doro, voor verkiezingsprogramma en beleidsprogramma, verkiezingsplanning, helemaal top. En ik ben heel kritisch. In Amerika dat ik met dat kromantie of met doen geestelijk zijn, dat na wat radin me of toko. Nee, ik ben ook naar school gegaan. Ik heb ook mijn intelligentie vermogen. Maar mijn naam is Konwang, maar mijn naam of ding zijn in hoor rekenen aan me. Mijn naam kan niet komen. Ja, dan ga ik door. Ik hoop dat er kansen zullen komen voor onze Surinamers. Ik denk dat dit. Iemand zegt hier jammer genoeg dat hij geen Frans verstaat. Ik zet gelijk voor hem. Het wordt straks vertaald. Ja, ik was nog even bezig opmerkingen. Iemand zegt hier, ik hoop dat er kansen komen voor onze Surinamers. Mm-hmm. En dan grootheidswaanzin, daar leiden deze mensen aan. Precies. Voorzitter, weten jullie... Cecile van Nuts, hè? Ik kan praten. Ja. Voorzitter, weten jullie nog dat er heel wat pandiets uit India bij het aantreden van deze regering naar Suriname zijn gekomen? Heel veel, en ze probeerden onze Winti-religie tot satanisch te bestempelen? Precies. En het verleden ontmoet ik een hindoe-priester tijdens het beëdigen van de politieagenten. En weet u wat hij tegen mij zei? Zei hij? Daarom... Chibri Dumanshi, in een pretakje, maar in een pretakje, Luki Baka, Ibaka Jari Boom, dat kwam bekende presentator, radiopresentator, de Abbe op het korrel. Omdat hij, als je alweer is naar mij, dat inschrijft Abbe, dat ik ooit Abbe aschrijft zandek mee, met dat ik een aschrijft wang. Mij liep in dat hij. Bika, je patroon, aan mijn model, aan je patroon. Ik kan bij toezicht BMW voor een bouwjaarverschil, maar dan spreek ik een tweeling. Maar ik bij toerubber, maar de rubber niet pas. Dat heb ik dan toegegeven. Dus, het tijd dat ik presentaat dat hij bestempelt als Hindoe-Westen de Dibri en de Rokotaping. Maar de man in de man gaat takken aan de man. Tegen mij dacht, ah, dat moet ik de man doen, maar ik de man zijn niet. Maar het is true collega, want iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. Nee. En uno een rode kan aan de sanatie. Tede mai beji de mana doisen de natro bi poti pai den beji. Mi bete de persoonlijk, mi souti ki ting ef na satanis ou de beisa, mi souti ting boto nanga lararuk, dukar, tu lararuk boto ete nanga pandit chakong, ano sari, ano nofo. Na ninge sani boja. Ma libif dati. Mi pot wan san tapu SD, haas overkop tapu... Oké, het gaat dus om een... Kan je foto laten zien? Even melden mensen, wat jullie gaan zien is heel onaangenaam te zien. Als je dit niet wilt zien, maak even je ogen dicht. En ik ga ook erop ingaan. Ja, ik ga erop ingaan. Ik ga gewoon die foto wijzen en dan gaat u er zelf op ingaan, ja? Ik wijs maar één foto. Bent u er klaar voor? Nee, je mag alle foto's van je weten. Anders heeft het geen effect voor mij. Hoe heeft het geen effect? Eén foto is al heftig. Nee, Nicole, wijs allemaal. Daarom heb ik ze gezet. Ik weet waarom. Mijn kies maakt je vast een keer brokken uit. Ik zet mijn poten. En toen heb ik een reactie naar tapu. En ik reageer ook bakken naar tapu. Aan reactie. Mijn poten steen omdat hij... Mijn doet dat hij... Goed, maar, ik ga ze even wijzen aan de mensen. Sorry, ja. Foto nummer 1. Als je er niet tegen kan, moeten we niet doorkijken. Nummer 2. 3. 4. 11. Dat is even gesprongen. De laatste nummer 5. Ja, nummer 5. Dat is het kop. Oké. Van je penis, hè? Ja. Zo, en dit wordt veroorzaakt door een paracetamol. En dan schrijf je aan ook met India of een repressie, Francie. De Franse eilanden hebben het ook. Maar na, want paracetamol de man serie.
Nou, wang bekende, wang boom mati, wang boom kompe, als een tijd met dat kwam mande, taki, net mis een kon gelijk jeng, ik betere het min om man. Ik heb nimmer gezegd dat ik niet kan. Het is me niet aangeboden om te werken. Het is me gewezen van waarschuwde mensen om dit niet te kopen. En het is mijn plicht dan om de gemeenschap te waarschuwen. Want waar ligt Frans-Guyana? Bij de grens met Suriname. Wat doen vele Surinamers? Me go bij de rest van Francais. Na de dee go bij. De foto zei Shidape. Na sa paracetamol do. Het komt uit Franse klinieken. Na vernietig blakamang. Na de soort zal ik van virus bij me kito. Dan mitaki, mi no longer dat man sandim na sabien ete. As ma senen kong is den eti, na of den topman voor Francais sandi in uke lederen. Het van Fubuskondre, maar dat is maar studeert boven Parijs. Als maar de in apartheid nu, aan mensen aan een boek alasani, nou een kader voor, een man die bij lees sonnet ja in Frans. Voor een Frans braaf staan, een poten kom. En een poten kom voor dat ongoroko. Dat was maar zijn maar reactie dat hij, lau lau zijn is een kom en jam en poeru. Nooit tak als aan dat. Het was interessant toe, zijn boy heeft me kon aan Sal Pietersen en zo. Dat moet je niet naar mij toe brengen. Want dat vind ik dan te ver gaan. Waarom zou ik daarmee moeten komen? Het is niet een, het is een mij aangaande zaak. Maar het is een zaak waarbij ik het hart op het juiste plaats heb. Om mijn medemens, mijn mede-Surinamers hier te waarschuwen. Van, no go by the race zomaar die no sabi na Francais. Yo go, geen probleem. En als ik zo aan sani, dan is mijn beloof dat ik mij beter is. Dat na punt 2, even op betre. Deze de maat de zijn ten dode opgeschreven. Dat ding verkwaardig erger te zijn dan ebola. Hij brokken je heel immuunsysteem. Je staat naar immuunsysteem brokken we dat. Alles aan ouwen en ouwen aan skin. De man verwerkt chemische toestanden voor naar ini. De Russen, alle de gevangen, politieke gevangen zijn in kiesie. Nou, misschien naar die gede nog maar. De vertangen de thee naar Engeland, Duitsland, alle pressie. Je collectie ook betre. Je komt beter? Nee. Je deed het. Op den duur. En als er nog een milligram nog maar deepot is. Is dat ook een optie van zijn deepot in aperki. Maar zijn aperki is doe. En wang, zijn brokken kwam ik wang, je sani of lekwam virus. Die ook wat hij, bush yasi. Tradie wang man kon je aan me. Wang wang voor vrij hoge stand. Dat ik brada me aan wang probleem dan wang matief me. Niet dat ik sana sani. Soriaanse naar de kare, van de kare. Soriasis. De zijn dat naar Pikintori, Jimmy. En de zijn naar Pikintori, Jimmy. Dan, als aan die kami door trutu, dan mino jopo go fase of go sani, mamo luken boom fosi. Want, wansan say you no sabi, na sabi no saben. Sabi no saben. Im leer sabasani, pe ak moto, fa adus onstan, fa aiwaka, fa atang, da you kan pake an. Sambowing. Santanso. Abushiasi, midresen ben wang 60 day, 80 day, ama service kreki, tu ya langa da trai fetangen. Uleris, andat uleris anifeng. Bus ma serefe da busi de no ma indresen soms. Want ya takur sortu feng. Ya takur sortu wang. Bun takur sortu wang. We diden dat de, say do no dresen jasra nangba. Dan asan di siwa longo nen tapu si sampol dape. Dus mino e fal no wasma an, ef ooit asan ka doro taki apanya, sera na man bijin kisen, das masaka suma de wanima, mino sen ismago. Omdat deno jimuroko. Deno jimuroko, en mino, ano alde mi muskoti kuroko. Yato, ano alde ti mus jompo go hante de first time mi jame mek dresi mensani. Man de tapu man. Kan das ma di tak en kan dwen? A kan dwen? Kan dwen kelek. Kan dwen kelek? Ja. Amore lau sani. Ja. Mijn nomeri ke soms na afuru badi e krap pur ala di na bofuru badat dape. No papa. Dus ik wil daarvoor waarschuwen. Ja, weet wat hij doet aan de Franse kant. Ja. En let op wat hij daar koopt. Zowel eet en naar het drinken gelegen heeft. Ja. Want men heeft een trend over, in Afrika ook, hè, om de zwarte bevolking uit te roeien. Ja. Amerika ook. In Amerika hebben ze een soort zombie bijna. Zwarte mensen. Ja.
zombie achter zijn. Er zitten ook bepaalde drugs in bepaalde gebieden. Ja, zo drugs heb ik idee. Dat is mijn doelijk ding, de boom moro. De nek is ten schrijf moro. Alleen is het geval dat ik zie. Maar vaak werkt het averechts hoor. Uiteindelijk. En alle de sukurgeval, als het drugs zijn. In het geval dat hij, zo'n sherika bakker op asma. Asma is hier, maar alles maar toe betreft. Maar aan one day dressing. Je moet sab dressen en je moet sabi. De weer zijn koor asma. En je hebt soms mankracht, want asma is hier behoorlijk. Zo'n je proces is die kijk onder. Ammonie zei het, ik zeg nou. Nee, bel fire. Maar ik wil nogmaals een ieder op het hart drukken. Hoe arki zou je taki? En if je arki dat je hier, dat je verstaan, dat je go wegi, if je zou een kiesje apartheid dis, if je nou een kiesje een terapartij. Wij zijn geen monsters. Uno kon doen je voor was weer watra. Uno kon doen je voor kon doen wintisani. Maar a normen en wada ideologie, a goddelijke erin, dat was zo dat ik dan eerlijkheid. Wij hebben geen zilver en goud om aan je te geven, maar normen en waarden naar hard werken om een bestaan voor Suriname. Daarvoor staan we wel garant. Welzijn, daarvoor zijn we er. Ik denk dat ik me genoeg meneke thee verdien om verdien chiwatra, koude watra. En ik denk dat ik zowel Bijiwang en Tjiwang, die Arkimi, dat overstami, Jeremi. Ja. Oké. Yes. Dan denk ik dat het einde is van het programma. En wanneer zijn we weer? We zijn weer live op zaterdag om 1 uur 's middags. Dat is Radio SRS om 1 uur 's middags. Dat is het winterreligieuze programma dat al meer dan 10 jaar op Radio dat SRS. Meer dan 10 jaar, we gaan naar 15 zoveel. Ja, meer dan 10 jaar op Radio SRS te horen is. Uh-huh. Maar dus ook live te volgen via Facebook. Kunje Akata. Ja, precies deze. Ja, is en goed. Het gaat wel een heel mooie San Mibarika, denk ik. Het is altijd mooi, hoor, Wassie. Het is altijd een mooi programma. Het is het meest dichtst beluisterde programma bij SRS. Ja. Wist u dat? Ja. Dus, hoe moet je? Maar de taki wie veel praat, die heeft veel te verantwoorden. En in Amerika, je naar taki, maar je naar sabi, man. En mijn arki soms, man. Maar die de tak toen ze, dat is de magie kans voor de tak, voor tak aan doen. Ik groet u. Nee, nog niet. En heeft u een heilzame avond. Wat voor je? Ik kan er niet even iets voor. Dat is te volgen. Ik kan even nog niet uitzenden. DPS Baro, yeah, Kondre Mao. DPS Baro, Alasra Namao, Kongo Agroko, Fumeko Asrana. Awitson Partei, Yude, Kombondrume Kiwang. Date de me kiai kariuko. De pese baro. Yeah. De pese baro. Ala yonkuma. Ala suma. Fusrana. Ala de uma. Wikondreba. Ala forku. Usra namba. Voorzitter, mag het volk nu even aan het woord?